Mijn eerste gerecht ga ik maken. Witte kool, in feite Chinese kool. Ik ga er een worst bij doen, spek, patatjes. Mijn idee was, ik ga een keer alles doen, like met een choucroute. Maar zomers, barbecue, leuten, geen stress. Dat is de bedoeling. Ik ga wel wat zijn poep afsnijden. Ik ga dat gewoon zo grillen. Ik ga er wel een beetje olie op doen. Dus mijn barbecue staat gewoon mooi op 300 graden. Mijn koolkens zijn mooi wit. Als uw koolkens wit zijn, wil dat zeggen dat uw kolen optimaal zijn. Dan heb je geen vlammen niet meer. Dan heb je rust en vrede in uw barbecue. Het voordeel ook is dat we dat deksel dat mooi kunnen toedoen. Wat ga ik daar ook bij doen, is worst. Ik heb een fijne worst mee, omdat een dikke worst daar niet zo goed bij past. We gaan dat wat manipuleerbaarder maken. En dat gaan we gewoon goed op vuur leggen. Dus onze worstjes gaan we mooi grillen. Dat mag mooi op vuur liggen. En nadien kunnen we die mooi opzij leggen. Dus dat moet eerst van buiten mooi krokant zijn en van binnen wel gegaard zijn. Stukje spek. Zo. Wat ga ik dan nog voor gebruiken straks? Peperjuin. Ik ga dat al snijden. Ondertussen is alles mooi aan het grillen. Ondertussen kijken naar ons grief. En we gaan een keer kijken naar onze kool. Kijk, dus er komt vuur in mijn barbecue, waardoor door het vet van mijn spek die lost. Wow, dat is warm. Wat gaan we op die kool doen? Die kool moet ook niet volledig gegaard zijn. Die kool moet wat gegrild zijn, een grillsmaak hebben. Maar niet zo plat gegrild. Wat mosterd erop. Dus wat is mijn speels idee van de dag? Ik ben aan het denken op choucroute. Kool, worst, spek. Wat eet je dan nog mee? Met een choucroute, een patatje. Dus een polderpatatje. En we gaan dat fijn overdoen. Wat kan ik daar nog op doen? Om mijn aardappels kruiding te geven, droogworst. Maar een echte droogworst van bij ons. Geen chorizo. En in feite kunnen we dat heel goed gebruiken als kruiding. Dat gaat zo niet op je maag liggen, ook liggen een chorizo. Dat gaat niet overheersen. Dat gaat mooi smaak geven. Kijk eens, hè. Hey. Onze kool die gaan we eraf halen. Stukje spek. Dan gaan we wat fijner snijden. Spek is goed. Beetje peperjuin. Kijken als mijn worstje klaar is. Perfect. Bellissimo. Barbecue is in de eerste plaats lekker en simpel eten. En gezelligheid. Voor het eten mogen bij mij zijn, voor de gezelligheid niet. Ik ga vanzelf zeggen. Zo, kijk. Zo kun je zien dat ik nog in een speelgoedwinkel leef. Zo. Witte kool, Chinese kool, mosterd, spek, patatjes erop, wat droogworst en een gegrild worstje erop. En als je dat niet mogen, geef ze een hele pot rijst, van die plakrijst.